Met de Wartner Vrattenpen behandelt u thuis eenvoudig vratten dankzij TCA Gel, een hooggeconcentreerd zuur. Houd de pen verticaal met de transparante tip naar beneden en draai de bovenste dop langzaam met de klok mee. Laat de gel in de transparante tip komen totdat er een druppel zichtbaar is. Breng de druppel gel voorzichtig op de vrat of voetvrat aan. Afhankelijk van de grootte van de vrat kunnen er meerdere druppels nodig zijn. Breng slechts eenmaal per dag een kleine druppel aan indien de vrat heel klein is. Laat de gel 10 tot 15 minuten drogen alvorens kleding of schoenen aan te trekken. Breng 2 maal per dag aan gedurende 4 dagen. Na deze behandeling van 4 dagen zal de huid in de volgende 4 dagen vervellen. U kunt de losgekomen huid voorzichtig verwijderen met lauw water. Als de vrat niet volledig verdwenen is, kunt u de behandeling na een rustperiode van 4 dagen herhalen. U mag deze behandeling tot 4 keer herhalen. Maak de pen voorzichtig schoon met een tissue als de behandeling voltooid is. Om hygiënische redenen mag het product niet door meerdere personen gebruikt worden. Let op de volgende punten. Gezonde huid rondom de vrat niet aanraken. Gebruik de pen niet op andere lichaamsdelen dan handen of voeten. Breng de juiste dosis gel aan om de vrat te bedekken. Gebruik de gel niet op geïrriteerde, beschadigde of ontstoken huid. Niet gebruiken bij kinderen onder de 4 jaar en de Wartner-pen buiten hun bereik houden. Niet gebruiken als u diabetespatiënt bent. Behandeling dient uitgevoerd te worden door een volwassene. Alleen voor uitwendig gebruik. Wartner is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Meer info op wartner.com. Wartner Vrattenpen. Snel en gemakkelijk. Zichtbaar resultaat vanaf de eerste week.